Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een update video. Ik wil namelijk wat dingetjes met jullie bespreken of wat dingetjes vertellen. En dat leek me wel gewoon leuk en handig om dat eventjes in een aparte video te doen. Allereerst wil ik het eventjes hebben over gewoon mijn YouTube kanaal. Een jaar geleden, op 27 maart 2017... uploadde ik mijn allereerste video op dit kanaal. En ik vind het best wel jammer dat ik toen niet iets van een doelstelling heb gemaakt of heb opgeschreven wat ik na een jaar verwachtte of hoopte te bereiken. Ik weet gewoon echt niet wat ik toen dacht. Maar één ding weet ik wel, ik had nooit verwacht dat ik nu al bijna de 8500 abonnees had bereikt. Het is zo ontiegelijk snel gegroeid en in dit jaar zijn er echt heel veel mooie dingen gebeurd. Ik heb heel veel dingen, mooie dingen mogen meemaken. Ik heb met hele grote YouTubers al video's mogen opnemen. En daar wil ik ze ook ontzettend voor bedanken. Onder andere ook Felina. Ik heb haar toen gewoon een berichtje gestuurd. En dat zij zo leuk en positief erop in is gegaan. En dat we een video hebben kunnen opnemen. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel ervoor gezorgd dat ik gewoon snel ben gegroeid. En daar ben ik haar gewoon ook heel erg dankbaar voor. Ook natuurlijk al mijn fans. Want zonder jullie had ik nooit zoveel abonnees gekregen. Al jullie lieve reacties. Ik lees het echt met plezier. Ik word er zo gelukkig van. En ik vind het ook heel erg leuk dat ik jullie kan amuseren en wat kan leren met mijn video's. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ik ben eigenlijk gewoon met YouTube begonnen omdat ik dacht, ik vind het voor mezelf gewoon leuk om video's te maken. Maar dat ik er al op zo'n korte termijn zo'n groot publiek mee kon bereiken en zoveel mensen iets kon leren met mijn video's, dat had ik echt niet verwacht. En ja, ik ben er echt heel erg trots op. Ik ben er heel erg blij mee. En ja, ik heb gewoon nog maar 1500 abonnees tot en met de 10.000. En toen ik begon had ik wel zoiets van, als ik straks ooit in mijn leven de 10.000 mag bereiken, dan ben ik wel echt heel erg blij. En ja, dat was misschien wel een beetje mijn doelstelling, maar meer gewoon op hele lange termijn. Dat ik dacht, als ik dat ooit bereik, dan ben ik echt het gelukkigste meisje op aarde. Maar dat zo snel er al aan zat te komen, had ik echt nooit verwacht. Ik ben gewoon heel erg blij hoe het nu allemaal is. En ik zit natuurlijk ook bij Go Social Talents aangesloten met heel veel grote andere YouTubers, paarden YouTubers. En dat vind ik gewoon echt een super mooie kans. En ik ben gewoon blij dat ik dat nu allemaal al, mag doen. Dus ja, daar kan ik natuurlijk alleen maar jullie voor bedanken, mijn kijkers. Dat jullie altijd weer naar mijn video's kijken en dat jullie zulke lieve comments plaatsen. Ik ben jullie daar heel erg dankbaar voor. Maar dan nu eventjes waarvoor ik deze video ook wilde opnemen. Ik heb namelijk een soort uploadschema gemaakt. Helemaal aan het begin toen ik met YouTube begon had ik een soort uploadschema voor mezelf. Ik weet niet of ik het ook echt op YouTube heb vernoemd. Maar toen upload ik ongeveer 2 keer in de week op vaste dagen. Dat kon van alles zijn, allemaal verschillende video's. Nu heb ik het iets anders aangepakt. Mijn streven is om ongeveer 3 of 2 video's in de week te gaan uploaden. Mijn uploadschema is voor 3 dagen. Maar die ene dag, dat is een beetje afhankelijk van wat er die week is gebeurd, wat ik heb gedaan. En of ik genoeg tijd heb. Ik zit namelijk wel op school. Ik zit tot het eerste jaar van mijn opleiding Crossmedia op het Grafisch Lyceum Utrecht. Daarnaast moet ik natuurlijk elke dag gewoon naar dance. En dan nog mijn YouTube kanaal onderhouden. Video's maken, editen. Het kost gewoon allemaal een hele hoop tijd. Sommige dagen heb ik ook nog een heel klein beetje sociaal leven ernaast. Dat ik iets met vriendinnen ga doen of dat ik een verjaardag heb. Al heb ik dat niet zo heel erg vaak, want ik focus me gewoon volledig nu op school, dance en mijn YouTube. En dat is ook wat ik gewoon heel erg leuk vind en wat ik heel erg graag doe. Dus daar steek ik graag een hoop tijd in. Maar ja, het moet natuurlijk wel te doen blijven en ik moet mezelf niet voorbij gaan lopen. Dus ja, ik moet even kijken of het echt allemaal haalbaar is wat ik wil doen. Maar ja, het is wel een beetje de planning. En ik denk ook wel dat het gaat lukken. Ik heb het al een beetje... Ik heb natuurlijk vlogmas ook gedaan. Ik heb elke dag video geüpload. Als ik dat het hele jaar zou moeten doen, dan zou ik echt... Dat zou ik niet volhouden. Maar 3 keer in de week, dat moet denk ik wel te doen zijn. Als het een beetje gaat zoals ik hoop. Maar het gaat er als volgt uitzien. Op dinsdag upload ik een video en dat kan van alles zijn. Een vlog, een sketch, iets anders. Misschien een video met een andere YouTuber. Het kan van alles zijn. Die vlog, dat kan dan bijvoorbeeld een springwedstrijd of een dressuurwedstrijd zijn. Misschien een keer een aparte training die ik een beetje wil uitvergroten. Of een keer iets anders leuks. Dat kan echt van alles zijn. Op donderdag
wil ik een soort seriedag ervan maken. Ik heb namelijk op dit moment 2 series op mijn kanaal lopen. Allereerst de bullet journal. Elke keer aan het begin van de maand upload ik een bullet journal video. En ja, daar wil ik ook gewoon mee doorgaan de rest van het jaar. En ik heb natuurlijk de eventing serie. Waar ik nu ongeveer 3 video's volgens mij van heb geüpload. Tenminste 1 soort video dat die serie eraan kwam. En 2 echt al met informatieve informatie. En die serie wil ik ook gewoon doorgezet. Ik vind het heel erg leuk om die video's te maken. Maar het kost wel een hoop tijd. En ik wil ook nog een paar video's echt tijdens een eventingdag opnemen. En ik heb natuurlijk niet heel erg vaak een eventingwedstrijd. Dus dat is een beetje met de planning kijken hoe dat gaat. En ik heb nog 2 nieuwe series bedacht. En ik wil het eigenlijk op deze manier gaan doen. Elke eerste donderdag van de maand komt er een bullet journal video online. Zodat die gewoon aan het begin van de maand online staat. En dat jullie er ook nog mee aan de slag kunnen die maand als jullie dat willen. De tweede donderdag van de maand komt er een video van de eventing serie online. En dan heb ik dus maar 1 keer per maand dat ik een eventing serie video hoef te uploaden. En ik denk dat dat wel goed te doen moet zijn. Ik heb al wel hele leuke ideeën nog ervoor, dus dat komt zeker weten goed. Elke derde donderdag van de maand komt er een soort storytime video online. Maar ik heb er wel een soort draai aan gegeven. Ik heb namelijk best wel veel dingen met Buddy gedaan voordat ik mijn YouTube kanaal begon. Ik heb Buddy uiteindelijk 2,5 jaar gehad. Maar alleen maar het laatste half jaar heb ik echt video's op YouTube geüpload. Dus de eerste 2 jaar, daar staat niks van op YouTube. Daar heb ik gewoon... Ja, toen had ik gewoon nog geen YouTube kanaal, dus toen maakte ik nog geen video's. Maar ik heb op mijn telefoon en op mijn computer heb ik nog wel alle dingen die ik met haar heb gedaan. Gewoon op video of op foto's staan. En het lijkt me heel erg leuk om daar dan een soort storytime video's van te gaan maken. Ik heb zulke leuke dingen met haar meegemaakt. Hele gave wedstrijden mogen rijden. En het lijkt me wel leuk om daar dan elke keer een beetje aandacht aan te gaan geven. Elke keer aan iets anders. De ene keer dan zullen er ook allemaal video's tussendoor komen. De andere keer misschien wat meer foto's. Ligt er een beetje aan, ja, of dat ik er veel video's van heb. Maar ik heb dus nog wel heel erg veel materiaal wat ik dus nooit op mijn YouTube kanaal heb gezet. En de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, tenminste redelijk nieuw, die kennen Buddy misschien helemaal niet. Maar ik zal het even in het heel kort uitleggen. Buddy was dus de pony die ik voor Dance had. Het was een E-pony. En omdat ik naar de paarden moest, omdat ik 18 werd, heb ik besloten om haar te verkopen. Omdat ik dat beter voor haar vond. Kon beter tot haar recht als ze gewoon lekker tussen de ponies kan springen. En dan kon ik aan de slag met een nieuw paard. Omdat ik heel graag verder wil komen in de sport. En als jullie benieuwd zijn naar de video dat ik Buddy heb verkocht, dan zal ik hem eventjes in het i'tje zetten. Dan kan je die bekijken. Maar ja, op deze manier wil ik dus Buddy nog een heel klein beetje terug laten komen op mijn kanaal. En gewoon de gave dingen die ik met haar heb gedaan nog een beetje uitlichten en aan jullie laten zien, omdat het gewoon heel erg leuk is. En elke vierde donderdag van de maand komt er een feedback video. En wat houdt dat nou in? Ik heb dus best wel vaak springwedstrijd, dressuurwedstrijd, soms een eventingwedstrijd. En het lijkt me wel leuk om daar een beetje feedback op te gaan geven. Zelf zie ik altijd heel erg goed wat ik fout heb gedaan, wat ik juist wel heel erg goed heb gedaan, wat ik de volgende keer beter kan doen. En het lijkt me wel leuk om dat met jullie te gaan delen. Het is natuurlijk voor mezelf heel erg leerzaam om daar echt kritisch naar te gaan kijken. Maar voor jullie ook heel erg leuk om te zien wat ik nou fout doe en wat ik moet verbeteren. Ik ga dus elke maand 1 wedstrijd uitkiezen of misschien wel een keer een training of iets anders. Ik denk voornamelijk wedstrijden waar ik dan een rondje van uitkies of misschien wel 2, gewoon de hele wedstrijd als ik 2 rondjes heb gesprongen. En dan ga ik op die video commentaar leveren. Dus dingen wat ik goed heb gedaan, dingen wat ik fout heb gedaan. En ik denk dat dat heel erg leerzaam kan zijn. Je hebt bijvoorbeeld in het springen een bepaalde afstand in een lijntje van 5 galopsprongen. Misschien rijd ik er weer een keer 6. En dan kan ik aan jullie uitleggen waarom ik dat fout heb gedaan. En hoe ik dat had kunnen oplossen. En dat soort dingen. Dus dit wordt gewoon een soort leerzaam iets. En soms dan zal ik zelf een video uitkiezen die ik die maand wil toelichten. En andere keer zal ik een foto op Instagram zetten. Of misschien wel een poll. Zodat jullie kunnen kiezen welke ik ga bespreken. Dat lijkt me gewoon heel erg leuk om te doen. En dan hebben we ook nog als uploaddag de zaterdag. En dan wil ik elke week een weekvlog gaan uploaden. Ik heb al een keer eerder een weekvlog gemaakt. En ik vond het zo leuk om te doen. Ik heb ook heel erg vaak dat ik ergens naartoe moet. Of dat ik iets met dance doe. Dat ik denk, oh, dit zou ook best wel leuk zijn om te filmen.
Maar ja, het is dan net niet genoeg om er een hele aparte video van te maken of net niet interessant genoeg. Maar wel leuk om gewoon even kort wat beelden van te maken. En dat kan natuurlijk ideaal in een weekvlog. Ik vind het zelf ook gewoon heel erg leuk om te maken. En voor jullie is het misschien ook wel leuk om een beetje te zien wat ik elke dag doe. En hoe mijn week er een beetje uitziet. Dus ja, daarom wil ik een weekvlog gaan maken. Ik heb nu eventjes geen weekvlogs gemaakt. En daar zit ook een reden achter. Er komt aankomende dinsdag een video online waarin ik het helemaal uitleg. En alsjeblieft, oordeel niet te snel. Ik ga het in die video helemaal toelichten waarom het zo is. En ik hoop dat jullie dat ook zullen begrijpen. Ik zelf vind het echt heel erg jammer dat het op die manier moet. Maar ja, er zit gewoon een reden achter. En dat kan je allemaal in die video zien. Dus kijk zeker aankomende dinsdag eventjes naar die video. Dan weet je ook ja, waarom dat dan zo is als je dan de volgende video kijkt. Meer ga ik er nog niet over zeggen. Maar ja, zeker eventjes die video kijken. Nou, dit is dus een beetje hoe mijn uploadschema eruit gaat zien. Ik upload dus elke dinsdag, donderdag en zaterdag. En ja, dinsdag dat is er een beetje afhankelijk van of dat ik die week echt iets heb gedaan. In mijn weekvlogs wil ik dus gewoon de dingen filmen. Maar als ik echt een wedstrijddag heb, dan ga ik dat niet in mijn weekvlog laten zien. Dan maak ik daar echt een aparte video van. Anders dan wordt de weekvlog veel te lang. En ik vind het ook leuk om mijn wedstrijden gewoon als een aparte video te uploaden. Dus die komen dan op dinsdag online. En dan komt de weekvlog gewoon op zaterdag online. Zo is het een beetje hoe ik het in mijn hoofd heb. Ik weet natuurlijk niet of dat het altijd gaat lukken. Het is wel mijn streven dat het gaat lukken. Maar dat zullen we allemaal wel zien. Aankomende maand ga ik in ieder geval mee aan de slag. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat even in de reacties hieronder weten of dat jullie het leuk vinden. En ook de 4 series die ik op mijn kanaal wil gaan doen. Dus de Storytime met Buddy, de Bullet Journal, de Eventing serie en de feedback video's. Laat het eventjes weten, daar ben ik best wel benieuwd naar. Ik zelf vind het in ieder geval heel erg leuk. En ja, dat was eigenlijk een beetje wat ik wilde vertellen in deze video. Als je dit leuk vindt, doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En je kan ook eventjes op het belletje drukken, want dan krijg je namelijk een melding als ik weer een nieuwe video heb geüpload. En dan ben jij misschien wel de allereerste die mijn nieuwe video bekijkt. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!